Dit moet gewoon. Dit is mijn favoriete power-up. Deze moeten we upgraden. Kost 800 muntjes. 3 sterren. Let's go. Wow. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Kirby-video. We zijn hier in de wondere winterwereld. En we moeten nu opeens naar de metro. Ik heb nog steeds hele vette Meta-Knight powers. Die heb ik gevonden in de vorige aflevering. En als je wil zien hoe dat moet, ja, dan moet je die video even gaan checken. En als je die al hebt gecheckt, dan kan je hier lekker even duimpje omhoog knallen. En abonneren. Als je het nog niet hebt gedaan. Laat even weten of jij al was geabonneerd in de comments. Of jij nog niet was geabonneerd en nu wel bent geabonneerd. Laat het weten. Dan ga ik even lekker spelen en een pakje vla nemen. Of denk eerder dat het misschien wel melk was. Ja, oké. Slapende Kirby wannabe gaan we ook even slopen. Frosty the Snowman gaan we ook kapot maken. Want ja, deze Meta Knight power is gewoon heel sick. Dit is niet normaal. Deze kracht is zwaar overpowered. En dat vind ik alleen maar hartstikke leuk hier in de metro. Het is wel een beetje koude metro zo te zien. Lijkt erop dat hier al best wel lang geen metro meer heeft... gereden eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Wat doen we hier eigenlijk, Kirby? Wat is het plan voor vandaag? Is het plan van vandaag walrussen met bommen slopen? Want daar hebben we er namelijk één. Daar is een vuurspuwende plant. Een vulkaanplant. Oké, wacht. Ik zal toch even de Meta Knight kracht wegdoen. Laten we even lekker gaan schaatsen weer. Ja, oké. Laten we het even zo... Ik weet niet of dit zo'n heel goed plan was. Maar we houden het wel vol. Let's go. We gaan lekker schaatsen. La 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 la. Ja, ik dacht al dat er dan wat zou verschijnen op dat platformpje. Dat platformpje, dat was daar niet voor niks, nee. Gaan we even deze kistjes allemaal weghalen? Ja, want daar zit gewoon lekker een bolletje in. Een bolletje met een speeltje voor ons. Gaan we lekker doorschaatsen. Zo, mol. Gaan we even deze walrus bevriezen. Hoi, walrus. Ben je lekker aan bevriezen, jongen? Duurt het nog even? Hoe lang duurt dit? Oh, zo lang duurt het, oké. Ja, het duurde best wel lang eigenlijk. Het duurde best wel heel lang eigenlijk. Lekker curves. Wat heb je hier? Ga op 2 treinen staan. Dat moeten we doen. Dus we moeten hierna nog 1 trein zien te vinden. Oké, hier is lekker weer... zijn ze lekker weer... Oké, top. Ja, dag, mazzel. Doei. Ik ga er vandoor. Ik heb nog wel wat meer te doen vandaag. Wat beters te doen vandaag. Namelijk dit leveltje uitspelen. Hoppakee. En ik heb weer een lekker stokbroodje gegeten. Nu, hier. Sikke boss battle. We gooien deze op zijn hoofd. We gooien deze ook op zijn hoofd. En dan gaan we lekker door met bevriezen. Ja, en dan is het ook doei voor hem. Ja, oh, hier zijn spoin Kirby's. Doei. Ga maar lekker in het water. Dag. Lekker. Oké, doei. Ja, nu hier Monkey Konkies. Hotse flots. Nog een Monkey Konkie. Doei, Monkey Konkie. Oh, Monkey Konkie Power. Ja hoor, let's go. Ja, ik vind die Monkey Konkie Power wel leuk. Oh, hier is volgens mij de tweede trein waar we op moeten staan. Toch? Ja, lekker. Oké, dan hebben we dat gehaald. Top. Klinkt goed. Oh, ik ben een beetje aan het uitglijden. Ja, dat is al die muntjes pakken. Ja, en weer een stapel muntjes. Lekker, man. We worden rijke tata's, G. Rijke tata's. Ik heb het idee dat ik op al deze spijkers moet slaan. En dat er dan wat gebeurt. Of niet, Spoinkie Konkie. Hoppakee. Deze nog. Ja? Oh. Platform gaat weg. Oh, en een Waddle Dee. Is dat de eerste pas? Dat is de eerste pas. Ik heb je gered, jongen. Graag gedaan. Jeetje, wat een monies. Oké, gaan we nu weer het metrostation uit dan? Of waar gaan we naartoe? Oh, we gaan nu naar de plek waar de ijspilaren zijn. Die bijna op mijn hoofd vielen. Oh, hier is... Ja, hier kunnen we nog een spijker in de muur slaan. Oh, hier is ook nog een spijker in de muur. Wat? Ja, oké. Dan gaat dit open. En dan hebben we hier weer een schatje. Ah, we zijn scherp vandaag. Oh, of niet? Ja, of wel? Ja, wel. We zijn wel scherp. Kijk al die spijkertjes, jongen. Dat ging weer maar net goed. Hier nog een spijkertie. Ja, cool. En wat komt er dan hier tevoorschijn? Een geheime gang. Dieper de gang in. Dieper het metrostation in. En wat vinden we hier? Oh, hier moeten we 5 puzzelstunkjes pakken. Helemaal top. 1. Monkey Konkie weg. Hier is nummer 2. Daarachter is nummer 3. Ja, die hebben we ook. Cool. We kunnen deze even zo nemen. En dan? Oh, deze moeten we cracken. Ah, en er zit er ook eentje in. Ja, oké, cool. Ergens is er nog één. Maar waar? Oh, hier denk ik. Ik denk dat het te maken heeft met dit ding. Auw! Viel ik nou in het water? Of kwam er iets op mijn hoofd? Ik zag het niet. Yo, mijn maat! De tweede! Oh, kijk, we kunnen terugwarpen. Dat is altijd fijn. Scheelt weer lopen, hè? Soms ben ik gewoon een beetje lui. Dan heb ik geen zin om te lopen. Dan neem ik ook een warp pedal in het echte leven. Oh, jongen, steek om meneer. Doe eens rustig. Oh, hier is denk ik ook nog wat. Ja, sowieso. Slaap meneertje. Ja, die slaapmeneertjes die maak ik altijd gewoon kapot, hoor. Go. Oh, wat is de vlots. Wat ligt hier dan? Muntjes en een lolly?
Oh, oh ja, dit is superpower. Mom, let's go, Curbs. Let's go. Maak ze allemaal kapot. Bap. Deze ook. Lekker, we pakken straks een schat. Hoppakee. Ja, dat was weer lekker. Wat een diertje gevonden, nummertje 3. En dan gaan we weer verder. Twee schuivende plateaus. Dat scheelde niet veel. Oké, we gaan even nieuwe kracht pakken, jongens. Let's go. Oh, ik denk dat we helemaal bovenop die plateaus kunnen komen. Dat denk ik niet alleen. Ik denk het zelfs zeker te weten, jongen. Wat de frick? Dat oog. Ga weg, oog. Oh, gelukkig kunnen we dat oog wel kapot maken. Kijk, we kunnen daar nu naar boven. Oké, ja, we kunnen alleen hier naar boven. Oké, cool. Wat doe jij hier, sneeuwpop, man? Hier is een pionnetje. En ja, kunnen we pionnenman worden. En dan kunnen we deze kapot maken. Hier knopje indrukken. Ah, en dan gaat deze weg. En dan kunnen we daar lekker zo op springen. En dan... En daar ligt ook weer een geheimpie. Nice. Zullen we gewoon pionman blijven? Pionman is altijd wel chill. Kunnen we hier overheen springen? Lekker. Oké, laten we even pauzeren hier. Even pauzeren. Oh, maak dat ding kapot, jongen. Die spookogen, die zijn vervelend. Oh, kunnen we hier pauzeren? Ja, maar ik wil wel dat gat hier kapot maken. Ik ben toch wel benieuwd wat daar is. Een geheim padje weer. Waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we hier naar boven. Oh, ik dacht even dat dat op ons afkwam. Dat de muren hier op ons af zouden komen. Dat valt gelukkig mee. We gaan hier naartoe. Oh, hier, waddeldietje. Lekker. De laatste waddeldie in het level. Helemaal top. Hier nog naar boven. Kunnen we nog een geheimpie pakken? Ja, man, we hebben veel gehaald in dit level. Misschien wel alles. Oh nee, no! Wat up, drillboy, meneer? Oh nee, ja, wat ben jij eigenlijk? Ja, jij bent wel drillboy, meneer. Daar hebben we nog bommenman. Is misschien handiger dan drillboy, meneer. Kijk, drillboy, meneer. Wat doe je nou? Sloop hem nou, joh! Jeetje, dan word je nog zelf geraakt ook. Potverdorie, man. Jij kleine noob, drillboy, meneer. Is hier nog wat te vinden? Nee, hier is niks te vinden. Leveltje is uitgespeeld. Lekker. Nou ben ik benieuwd hoeveel we hebben gehaald. Want volgens mij hebben we zo'n beetje alles wel gedaan. Laten we kijken. Ja. Ja, we hebben dit allemaal gedaan. Op twee treinen, twee geheime doorgangen in de vrachtcontainer en alle waddeldies. Lekker dit. Gewoon in één keer. Kablikkie blam. Ondertussen hebben we al 4 van dit soort plekjes waar we weer zo'n challenge kunnen doen. Dus even kijken of er nog een leuke tussen zit. Deze kan nog niet. Oh, deze kan ook nog niet. Die krachten hebben we nog niet. Deze kan wel. De zooiprikker, schat. In 1 minuut 20. Nou, dat klinkt alsof het te doen is. Leuke naam ook. Zooiprikker, schat. Zo moet je je vriendin niet noemen, jongens. In plaats van schat, dat je gaat zeggen, joh, hey, zooiprikker, schat. Laten we vandaag even naar dierentuin gaan, of niet? Oh, wacht. Wacht even. Ik wist helemaal niet hoe dit moest, joh. Maar we moeten B ingedrukt houden. Dan plakt er van alles aan ons. En dan kunnen we zo de bom gooien. Tenminste, dan kunnen we het zo op de bom gooien. Hot the flats. Ja, en nu? Oh, er is er nog 1 over. Top. Ja. Oké. Go. Ja. Oké, weird. Maar dat lukt. Wel een geinige power-up op zich. Go. Hier komen weer enemies. Ja, dan moet ik deze op zijn hoofd gooien. Top. Komen nog meer enemies. En dan daar erbovenop. En dan deze enemies daar erbovenop. Ja, cool. Nog meer enemies hier voor mijn neus en dan op zijn hoofd. Oh, maar dit gaat hard. We hebben het tempo nu te pakken. Ik hoop dat het genoeg is. We gaan in ieder geval keihard. Let's go. Nou, of we dit gaan halen, dat is nog maar de vraag. Ik weet het niet hoor. Het zal er ontspannen. Ik denk dat we misschien wel nog wat sneller zouden moeten zijn. Ik denk dat we het net niet gaan halen. Of net wel. Net niet of net wel. Het zal er ontspannen, jongens. Als dit de laatste is, gaan we het misschien halen. En het is de laatste. Waar moet ik naartoe? Waar gaan we naartoe? We gaan hier naar voren. Ja, ik ga het halen. Oh, rustig aan, Kirby. Lekker. We hebben volgens mij nog 5 seconden over nu. Ja hoor, heerlijk. Ja, deze challenges vind ik wel echt heel leuk in een Kirby game, hoor. Sommige zijn ook oprecht moeilijk. Dan doe je er echt 3, 4, 5 keer over voordat je ze een keer hebt gehaald. Ik vind het best wel leuk. En je hebt ze ook gewoon nodig om zeg maar de power-ups te kunnen krijgen. Dus dat is wel tof. Maar we gaan nu naar de IJswindzee. Alsof het Frozen is hier, joh. The cold never bothered me anyway. Ik wil jouw power-up stelen. Ja, top. Kijk, want dan kunnen we gewoon lekker zo een beetje rollen. Ja, dit gaat wel lekker. Dit gaat top. Met deze power-up gaat het wel lekker. Oh, lekker. Ja, zo springen. Oh, ja, oké. Charizard pakken. Ja, lekker. Dit was niet zo heel goed. Geef me mijn power-up terug. Dit is moeilijk. Ik denk dat hier... Ja, oké. Ja, dit ziet er goed uit. Ik hoop dat we nu lekker sterk zijn gewoon. Lekker rollen. Go. Ja, nice.
Wauw. Nou, Waddle Dee, je bent weer vrij, hoor. We rollen weer door. Dit gaat wel echt moeizaam allemaal. Hier is ook nog iets, zo te zien. Muntjes, muntjes, muntjes. En een schatje. Top. Oh, we worden weer een boot straks, jongens. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ik zag hem onder in beeld. Hier hebben we de ring power-up. Ook wel handig. Strakjes, vooral als we op het bootje zitten. Oké, nice. Mop. Eet 3 maaltijden op zee. Dat is wat we moeten doen. Oké, ik ga eens kijken of ik nog wat te eten kan vinden ergens. I need food. Give me food. Hier. Dat is nummer 2. Dan moet er hier ergens nog een maaltijdje zijn. Oh, daar is een Waddle Dee verstopt. Waar zullen we nou naartoe moeten? Moeten we hier nu naartoe? Ik denk het wel. Ik denk dat... volgens mij moeten we daar naartoe. Ik weet het niet. Ik weet niet welke kant we nou op moeten, jongens. Ik ben confused. Ja, ik denk wel dat we die kant op moeten. Ik denk dat dit het stukje is wat niet verplicht is. Oké, go, 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 go. Oh, het is een flots. Maaltijdje eten. En Waddle Dee'tje redden. Ja hoor, ook weer gefixt. Kirby to the rescue. Kirby, je bent goed bezig, jongen. Je bent echt heel goed bezig. Dan pakken we hier de ster. En dan gaan we weer door. Oké, kunnen we hier weer lekker rollen? Ja, op zich wel. Er staan allemaal hekjes die me tegenhouden, dus daar ben ik blij mee. Dat is wel relaxed. Oké. Wat is dit? Oh, die moeten we aanzetten. Oh, wacht. Ik heb Charizard kracht nodig. Dan moet ik daar die Charizard pakken. Charizard! I need your power. Oké, dit duurt wel even lang, hoor. Hier is trouwens nog een Waddle Dee. Ja, die hebben we ook al net. Ik liep er net bijna langs, joh. Het is dat ik nog even terugloop dat ik hem zag. Wat is dit? Dit kunnen we onbevriezen. Onbevriezen. Ja, lekker Nederlands, Rick. Ontverdooien noemt men dat in Nederland. Lekker rijden. Omhoog. Uitspugen. Kissie pakken. Hey, blueprintje. Oh. Voor drakenvuur. Dan gaan we Charizard nog beter maken. Oh, dat wil ik. Dat wil ik. Dat gaan we doen. Dat moet ik hebben. Ik moet Charizard beter maken. Dat is leuk. Let's go. Wat is hier? Hier is een trapje omhoog. Oh, dat hebben we weer een lampje. Waar leidt dit lampje ons naartoe dan? Nou, niet echt naar een hele bijzondere plek volgens mij, maar... Of wel? Oh, we kunnen hier naar beneden. Hier is een Waddle Dee'tje, denk ik. Of iets. I don't know. Het is de geheime ondergrondse ruimte. Oh, en oké. We moeten dit doen. We moeten zo hier. Dan hier omhoog. Hier eruit. Dan dit zo in de fik zetten. Ik denk dat we dan het karretje weer moeten pakken. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, dan gaan wij door. Ja, we moeten zeker het karretje pakken. Hier omhoog. Eruit. Eruit. En hierin. Ja. En dan schieten we onszelf naar boven. Heel vet. En dan is hier een Waddle Dee'tje en muntjes. Ja, deze was leuk. Maar ik heb wel 1 Waddle Dee gemist. Dat wil ik helemaal niet. Maar het is toch gebeurd en we kunnen er niks meer aan doen. Hallo, Sponkies. Hallo, Sponkiewonkies. Knopje indrukken. Uitspugen en lekker zweven. Oeh. Cool. Ja, dit was wel een leuk leveltje. Wel uitdagend. Jammer dat we toch 1 Waddle Dee'tje hebben gemist. Daar baal ik van. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Misschien gaan we die ooit nog een keer vinden. En anders vindt hij het vast wel lekker daar in zijn kooitje. Wat hebben we dan nog meer gemist? Vindt een grot die beschut is tegen de wind. Dat had ik ook, hoor. Ik weet niet. Ik heb steeds gescholen, geschuild. Niet gescheld. En niet gescholden. Nou ja, anyway, die heb ik dus blijkbaar niet. Maakt niet uit. Oh, en dan zijn we denk ik bijna bij de baas. Ik denk dat we nog 1 level moeten doen, dat we dan de baas hebben. Maar ik wil die Charizard power. En ik denk dat ik daar nog 1 ster voor nodig heb. Dus even kijken of we nog 1 zo'n speciale opdracht kunnen doen. Bijvoorbeeld de tornado schat. Oeh, die moet wel binnen een halve minuut. Dus ik denk dat we hier heel snel voor moeten zijn. Half minuutje, triple strike over het ijswater. Oké, laten we kijken wat we moeten doen. We moeten zo, tap, balap, balap, balap. En dan kunnen we hier de portal nemen. Oké, we moeten er steeds gewoon zo eroverheen en al die knopjes indrukken. Dat klinkt makkelijk, maar dat gaat nu al fout. Ja, de eerste is gewoon rechtdoor. De eerste is niet zo moeilijk. Maar de tweede is al met de bochie. Dit wordt al moeilijker. Ik mis elke keer de derde daar. Ah, go, 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 go. Ja, lekker. Oef. Oké, nu... Oh, deze beweegt. Ja, dit is helemaal heerlijk. Deze beweegt. Maar oké, deze gaat goed. Deze gaat goed. Deze gaat top. Moeten we nog 1 doen? We moeten er nog 1 doen. En we moeten hier uitkijken voor de bommen. Ik heb ze toch? Ik had ze. Ik had ze. Verdorie. Ah, dit gaat helemaal fout. Oké, volgende poging. Let's go. Dit moet lukken, jongens. Oh. Oh, ik word gewoon belazerd. Die knoppen gingen gewoon weg. Ja. Ja, zo kan ik ook winnen. Wat is dit voor onzin? Dit vond ik heel gemeen. Heel gemeen.
Waar is de portal? Ja, daarachter. Nu heb ik het net niet gehaald. Oké, wachten. Ja, ze gingen weg. Ja, dit is gewoon blazerij, joh. Dit is keihard blazerij. Maar we zijn er. En dan kunnen we nu door. Let's go. Ja, nu halen we hem wel. Ah, wat gemeen dat ze gelijk die knopjes weghalen. Maar ja, we hebben hem. En dan gaan we nu eens even kijken of we die Charizard-kracht kunnen uitbreiden. Oh, ik heb pas 2 sterren. Oh, wacht, dan moet ik er nog 1 doen. Ik heb hier nog de boomerang-schat. Let's go. Oké, 45 seconden, dacht ik. We moeten dit zo doen. Dan moet hij opladen en dan moeten we hem hier naartoe sturen. Ja, en dan gaat de portal open. Oké, duidelijk. Ik snap hem. Hier staat een boomerang-man. Die moeten we even slopen eerst, denk ik. Dan deze knop aan. En dan heel snel... Ah, ik ben net te laat. Heel even wachten nog. En dan... Ja, die 2 knopjes aan. Wat moeten we hier doen? Oh. Ja, dat kan zo. Moeten we even achter deze man. Ah, nee. Ik mis er 1. Heel naar dit. Ja, deze duurt veel te lang, jongens. Deze duurt veel te lang. Of niet? Of heb ik hem nog? Ik denk dat ik hem nog heb. 45 seconden, toch? Ja, oh, nou, oh, we mochten gewoon een foutje maken, joh. Lekker. Ik dacht dat het al klaar was. Oké, tijd om terug te gaan naar Waddle Dee Dorp. En om even die Charizard-krachten uit te breiden, hoor. Ah, ik vind het vet. Ja, ik weet het. We kunnen de vuurkracht verder ontwikkelen. Let's go. Daar kom ik ook voor. Oké, mijn hoofd staat nu al best wel in de fik, hè. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen als we nu het drakenvuur hebben gemaakt. Dit moet gewoon. Dit is mijn favoriete power-up. Deze moeten we upgraden. Kost 800 muntjes, 3 sterren. Let's go. Drakenvuur. Wow, we zijn geen Charizard meer. We zijn nu gewoon de Hisuian Typhlosion geworden. Wat? Dit is cool. Ik heb gewoon paars vuur nu. Oké, wat doet dit? Oh, ik wil... Dit is heel sick. En ik zet ze ook allemaal keihard in de fik zo, joh. Wat cool. Oh, man. Dit is echt heel vet. Wow, kijk, als ik vlieg, dan lijk ik ook op een draak. Check dit. Ik kan super ver vliegen. Yo, maar... Ja, man. Deze is heel nice. In de volgende aflevering gaan we deze uitgebreid testen. Dus als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!